Goedemorgen allemaal, en het is vandaag donderdag. Het is donderdag. Nou, het is donderdag 16 februari 2017. Ik sta, zoals je kan zien, in het bushokje. Ik wacht op de bus. Mijn bus komt over 4 minuten. En vandaag heb ik best wel een schooldag, tot best wel laat. Ik zit vandaag tot 4:30. En vandaag weer een nieuwe aflevering van Temptation Island. En af en toe even scherp stellen, guys. Dus dat ga ik lekker kijken. Ik ga vandaag naar school toe. Dus ik aan heb deze trui van Justin Bieber. Justin Bieber komt trouwens naar Pinkpop. Oh my god. Trui van Justin, jas, Pull & Bear. Daar krijg ik heel vaak een vraag over. Pet, komt van Primark. Koptelefoon van Sony. Tas, Sustain & Crane. Broek, Bershka. Schoenen, Zara. En ik ga er van door. Vandaag was dus de allerlaatste puppycursus. En vandaag hebben ze dus een diploma moeten halen. En die hebben jullie gehaald, hè? Ja, die hebben jullie gehaald. Ze zijn geslaagd. Nou, Wolfie gaat weg. Oké. Lekker ding. Ze hebben het allebei lekker goed gedaan. Trots op ze. En ja, nu zijn ze zindelijk en goed gedaan. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag. Kijk hoor, vrijdag 17 februari. Het is nu 10 over half. En even mijn wekker uitzetten. Ik zet altijd mijn wekker van, dan weet ik oké, ik heb nog zoveel minuten om weg te gaan straks. En vandaag heb ik een schooldag tot 5:30. Erg super tof dit is wat ik aan heb vandaag. Pet komt van de Primark. Sweater komt van de H&M. Broek komt van de Bershka. En schoenen zijn van de Zara. Echt, deze schoenen en deze outfit is helemaal... zit zo lekker dat ik hem best wel vaak draag. Voordat ik de vraag krijg, heb je ook nog andere kleding? Ja, ik heb ook nog andere kleding. Maar ik vind dit, deze kleding vind ik wel echt heel fijn. Mijn tas is ingepakt, ik ga mijn jas aan doen en dan ga ik rustig naar de bus lopen. Dus, gaan jullie vandaag weer een gezellig dagje met me mee? Let's go! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben aan het facetimen met Sylvana! Hey. En mijn camera wil niet scherp... Oh, jawel, mijn camera is scherp gesteld. Ja man, dus ik ben aan het wachten bij Global op TP. En het is 2:30. Tipi is hier. Ja, Tipi. Tipi is hier. Kijk. Nee. Tipi is hier. Nee. En ik ben even aan het wachten op Tipi voorbij. En ze zijn pas om 5 uur klaar, dus dat moet lekker lang wachten. En ik ga zo Kiago ophalen, want ik mag niemand hier boven Ilse en Inga. Ik hou van hun. De rest haat ik, sorry. Als jullie dit kijken, neem het me niet kwalijk, sorry. Oh my god, Sylvana. Ja, wat doen hun? Dat was ik. Oh. En Sylvana zit over 2 weekjes weer in mijn week vlog. Yay, over 2 weken al. Is je verjaardag? Wanneer is je verjaardag ook weer? 4 maart. Oh ja. En 5 maart ga ik misschien naar Marcia Storytime. En hij stelt de hele tijd scherp op Zoe's hoofd. Ja, nu is hij scherp. Nu is hij scherp. Ja, dit is toch echt leuk, jongens. Ja, dit wordt zo'n leuke vlog, jongens. Woehoe. Wanneer ga jij nou weer eindelijk je vlog uploaden? Luister dan. Je gaat me niet zeggen dat je weer al je beeldmateriaal kwijt bent, hè? Nee. Ik ben niet allemaal beeldmateriaal kwijt. Mijn iPhone 5 is gestolen en daar staat al mijn shit op. En ik heb nu mijn skere iPhone 4. Dus ik moet wachten tot ik een nieuwe telefoon krijg. En wanneer ik genoeg geld heb, ga ik een camera kopen. En een goede laptop, want mijn laptop die heeft shit. Maar eerst moet ik mijn vakantie betalen, want ik ga een maand naar Los Angeles samen met Elijah en Lois. En ik ga in de zomervakantie 3 weken naar 2 landen, dus ik moet even... Wacht, ga je naar L.A.? Ja. Oh, ik haat jou. Ik ga met Lois en met,
met Elijah. Succes. Een maand lang, hè? Een fucking maand lang. Oh ja, en ik ga naar Pinkpop, dus dat kost mij ook weer geld. En ik ga naar... Masha Storytime! Ja, en ik ga nog naar Duitsland en nog naar Frankrijk, ook voor Justin Bieber. Nee. Oh jee, daar viel mijn telefoon. Het staat lekker op de camera en ik ben al 3 minuten aan het vloggen. Jezus. Dus ja, dat... Trouwens, even iets heel anders. Het is buiten echt kapot lekker weer, dus toe. Nee, jongen. Het lijkt lekker, maar dat is het echt niet. Kijk, met mij schijnt het zonnetje. Kijk. Of ik ga je laten zien. Ja, hier ook. Maar nu niet, want de wolken zijn nu kalm. Maar de lucht is blauw. Teletubbies, kom maar gauw. Nee, maar even serieus. Ik heb echt gewoon een dunne shirt aan. Gewoon lange mouwen. Kijk. Ja. Lange mouwen. Ja. En dan heb ik een bomber, een hele dunne bomberjack met een sjaal en nog een broek met gaten erin. Hier heb ik ook gehad, kijk maar. Ja. Oké, ik ga vlog weg doen, doei! Oké, ik ben met... Jamila! Yay! We hebben net 2 video's opgenomen, hoe vond je het gaan? Ik vond dit eigenlijk wel lekker gaan. Het is normaal altijd, weet je al, gewoon... Omdat we niet lachen. En is nu het ook was wel, eigenlijk... Hoor. Ja, minder zelfs. Normaal lachen we echt gewoon om alles. Dan zeggen we, oké, nee, overnieuw. Dan doe ik gewoon zoiets van, laat maar. Oké, echt zo, laat maar. Ik vond deze video's die binnenkort op het kanaal van Jaden Friends komen... Ja, het is wel fucking irritant weg, man. Vind ik wel echt leuk geworden. Ja. Dus is de Q&A. En never have I ever. En kijk, ga die video's checken, want wij vonden het in ieder geval wel grappig om op te nemen. En we zijn... Het is ook gewoon leuk om te weten. Vind ik ook wel leuk voor anderen, dus... Maar sommige dingen zijn ik moet echt springen gewoon! Wee! Als ik ga springen, stel ik me ja. Ik heb 1 gehad dat mensen niet ging dansen hier zo en toen was het... Hey, Mark rennen toen tot de kamer kwam tegen de plafond. Oh, daar was er volgens mij dan ook bij. Weet ik niet. Kijk iemand buiten, kijk iemand naar buiten met de fiets. Lekkere man! Hij is 80! Kom op! Jezus! Dat was ook niet letterlijk bedoeld. Dit is wat ik trouwens aan heb vandaag. Deze sweater van de H&M. Lege print, alleen wit. Broek. Ja. Bershka. Zara schoenen, wat heb jij aan? Oh, moet dat echt? Ja. Een jasje van de H&M geloof ik. Deze is van Primark. Deze is van Primark. Mijn schoenen zijn van de Primark. Primark! Yeah, yeah, yeah! Dus wij gaan lekker nu naar beneden. En gaan we kijken of Jamila geen boete hebt gehad. Want ze heeft een auto. Ja, mijn rijbewijs. Ja. Yeah. Maar ik heb hem ergens neergezet. En er stonden al 2 auto's. Maar er stond nergens een parkeervak of wat dan ook. En, ja. We gaan zo checken of ze geen boete hebben gehad. Maar ik denk het niet. Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Anders is 80 euro boete. Woehoe! Mijn eerste boete, jongens! Never ever een boete gehad. Misschien. Dus wij gaan lekker eventjes naar beneden. En we zien jullie zo weer. Doei. Oké, Jamila is alweer een tijdje weg. Ik ben ook net thuis. Ik kwam net van het ziekenhuis af. En ik heb gelijk toen ik thuis kwam gegeten. En ik heb alvast mijn pyjama ook aangedaan. Lekker comfy. Het is nu 7:30. Ik moet de vlog bewerken. Ik moet de video van Change Your Friends nog bewerken. Die komt iets later dan normaal. Maar ik heb gewoon andere dingen even aan mijn hoofd. Dus, sorry. Het is nu zondag 19 februari. En op zich begon de dag wel goed. Alleen, eindelijk heb ik het wel kut. En morgen ga ik weer naar school toe. Dus, ik weet dus niet of ik de vlog nu al ga stoppen, want ik heb niet echt meer iets te melden of zo. Ik ga zo meteen morgen gauw kijken, even nog een telefoontje plegen. En ik denk dat ik gewoon lekker de 50ste weekvlog af ga sluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze 50ste weekvlog. Het spijt me zo dat ik niet zo heel veel heb gevlogd afgelopen week. Maar ik beloof dat ik volgende week wel weer helemaal fit voor jullie ben. En natuurlijk kunnen jullie ook de leuke video's checken op Change Your Friends die ik vandaag heb opgenomen met Jamir en Jamira. En het zijn echt hele leuke video's geworden. Die is daar aan het strijken. Yeah. Dus, let's go. Oké, ik ben dus in Rotterdam stad. En ik ben met...
Kaya! Ik kijk tegen de zon. En ik ben met Tiddly, die loopt daar. Super leuk, we gaan zo shooten. En Kaya, we gaan zo shooten. Welke camera heb jij? Nikon D3300. Oeh, is wel leuk. Kijk weer dat schermpje. Hallo allemaal. Ik ga dus met haar naar de gathering. Super tof. Hij komt nu maar op de kamer slapen, dus we moeten niet stalken. We gaan... Dat vinden wij niet zo mooi. We slapen ook niet in een hotel. We slapen op straat, liggen we hier. Nee, we slapen in een hotel. Maar welk hotel? Dat gaan we niet zeggen. Nee. Want dan komen allemaal artiesten en zo. Nee, nu weten ze het toch al stinkert. Nee, ik heb niet gezegd welk hotel. We zijn net naar de Most Wanted NL boutique geweest. De winkel van Danique. Er was niet zoveel. Niet zoveel. Nou, en... die wilde een trui, maar die was niet. Nou, wat zit je te kijken? Ik ben gestopt met vloggen, kijk. We zijn op 6. Oké, ik hou ook op. Oké, we gaan nu lekker shooten. En we spreken jullie zo weer. Lekker eten, ik heb een fungi. En jullie hebben lekker bolognese. En jullie hebben een bord. Inmiddels ben ik alweer thuis een tijdje. Het was super gezellig met Naad en Kaya in de stad. En ik ben nu aan het facetimen met Shania. Maar Shania is nog niet helemaal ready. Ze moet haar make-up nog doen. Hoe laat is het? Het is nu bijna 9 uur. En ze zegt, oh wacht, ik zeg ik ga vloggen. Zegt ze, nee Jamie, ik moet mijn make-upje nog doen. Want dat was niet on fleek. Maar ze gaat zo meteen... Ze gaat zometeen reageren op clips van Be Brave. Ik zeg je één ding. De ik teksten. De teksten van Be Brave. Ik ga helemaal stuk. En het is nog niet eens begonnen, want ze heeft me een preview gestuurd. En het wordt, met de video wordt het erger. Ja. Echt hè? Dus. We gaan nu kijken naar wat extra leuks in de vlog. We gaan kijken hoe Shania de teksten van Be Brave belachelijk maakt. Dus, zijn jullie klaar voor? Dan gaan we nu beginnen! Je boeken van de bibliotheek. Als je genoeg geld hebt, waarom vraag je dan om meisje? Waarom koop je geen? Ik weet niet waar je van houdt. Oh, dat is. Ik draai. Thank you.
shit.